Zo, dat is een grote worm. In de vorige video heb je kunnen zien dat we een Shiny Azumarill hebben. En dat die best wel goed is. Vandaag gaan we eens even kijken of Shiny Azumarill deze gigantische worm ook kan pakken. Ah! Oh, ik spring bijna in zijn bek. Zag je het? Als je deze Shiny Only Challenge in Pokémon Violet vet vindt, knal de duimpjes even omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Er zijn nog heel veel van jullie die dat niet hebben gedaan. Ik kan dat zien in de statistieken. Dus doe het nu. Daar help je mij heel erg mee. En dan ga ik eens even kijken of ik deze worm kan pakken. Ik ga niet terrestrializen, want dan ben ik een fairy type. En dat is precies wat je niet wil tegen deze Lurking Steel Titan. Die gaat voor Iron Tail. Ja, zie je. En het doet toch een beetje veel pijn hoor. Oké, dit gaat fout. Ik mis mijn aanval. Nou, als we onze aanvallen gaan missen, dan gaat het sowieso fout. Ik ben ook weer vergeten om potions te halen. Misschien had ik dat eerst even moeten doen. Ja, dit gaat niet werken. Oh, ga je het echt zo langzaam doen? Earthworm, ga je echt mij zo vernederen? Zo van, hehehe, je had me bijna. Maar ik sloop je met mijn rap. Oh, ik ben de grote magische worm. Nou, weet je, dan ga ik jou gewoon slopen met een heel klein mini draakje. Als dat is hoe je het wil doen, ja, dan kan je het krijgen ook, vriend. Hier, ik bijt jou. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ik vind dit vet zielig. Arvid, kom me helpen. Waarom bereid ik dit nooit goed voor, jongens? Waarom? Leef je nu nog steeds? Oortworm, kappen nou. Het is nu afgelopen, hè? Ja, wegwezen en gauw. Ja, nee, ik kan nu niet vrij rondlopen. Wacht, ik ga even terug naar het Pokécenter. Sorry. Ik ging weer onvoorbereid op pad en toen ging het fout. Dus ik wil heel graag healing van jullie. Dankjewel. Ik wil ook heel graag potions kopen. Doe maar 11. Dankjewel. Oké, ja, ik ga weer. Hallo, oorworm. Hallo. Daar is die, hè. Daar is de grote oorworm. Gaat die weer weg, hoor. Kom hier. Ik weet al waar je naartoe gaat. Je gaat daar naar boven. Arven. Kom helpen, vriend. Pak hem. Ja. Jij wil weer lekker smikkelen, hè. Ik had je hulp wel iets eerder kunnen gebruiken, Arven. Dat ging net al bijna fout. Ik heb problemen met Steel-type Pokémon. Oké, kom op, gouden konijnen-ei. Je kan dit. Je hebt één aanval die goed werkt. Dat is Aqua Tail. Hopelijk raak je hem gewoon een paar keer. Oké, Arven, jij gaat voor Toadschool. Oh, nice. Nou ja, niet super nice, maar... Nou ja, misschien kunnen we hem samen verslaan. Ik ben gerapt, potverdorie. Aqua Tail! Oké, die doet wel veel pijn. Toadschool gaat voor Supersonic. Dat doet precies niks. Oh, hij gaat ook Sandstormpie doen. Oké, dus nu word ik elke beurt geraakt door Sandstorm en door Rappy. En ik mis mijn aanval. Oké, Toadschool gaat nu Supersonic die wel raakt. Hopelijk gaat Oorworm zichzelf slopen. Nu moeten we hem allebei raken. Deze beurt en hopelijk gaat hij zichzelf ook raken. Hij is confused. En hij doet weer Sandstorm. Oké, het is niet de allerslimste Oorworm, blijkbaar. Toadschool gaat voor Grass Knot. It's not very effective. Ik ga voor Aqua Tail. Is gewoon effective. En we raken hem gelukkig weer. Ik denk dat het hierna even tijd wordt voor een potion. Want ik weet niet wat hij allemaal kan. Maar ik weiger mijn Azumarill op te offeren. Heb ik geen zin in. Arven, heb jij nog een leuke aanval? Je hebt Supersonic, Grass Knot. Heb je nog iets wat hem goed kan raken? Die gekke Oorworm. Oké. Ah, lekker. Hij slaat zichzelf. Heerlijk. Daar hou ik van. Toadschool doet nog een keer grasknoppie. Oh, we hebben er bijna. Oorworm heeft geen confusion meer. Gaat voor kopstoot aan mij. Azumarill. Dit is een critical hit. Maar doet niet zo gek veel. Grasknotje. Ja, lekker. Dan hoef ik hem alleen om maar te raken. Met mijn Aqua Tail. En dan is het klaar. Met de Steel Titan. En dan heeft Miraidon er weer een kracht bij. Lekker hoor. Ik ben zo blij met de Azumarill. Ik voelde gewoon aan alles dat we een nieuwe Pokémon nodig hadden. Een nieuwe shiny Pokémon in mijn team. Het was echt nodig. Want met de andere drie werd het gewoon... Gewoon wel een lastig verhaal, ben ik bang. Met Jumpluff, Dreepy en Blissey. Maar met deze erbij gaat het eindelijk weer goed komen. En we hebben nog natuurlijk nog wel twee plekjes over. En ik ben natuurlijk wel afhankelijk van Mass Outbreaks. Dus ik kan niet alle Shinies erin doen die jullie willen. Het is maar net welke Mass Outbreak er is en of dat dan past in mijn team. En dan moet ik hem ook nog kunnen vinden. Want ik heb al 5 of 6 keer gehunt naar een Pokémon die gewoon niet kwam. Dus ik moet heel veel geluk hebben. Maar welke twee zou jij vet vinden als erbij komen? Ik hoop ergens dus op een Steel-type Pokémon. En de andere... Misschien dan een Fire-type Pokémon of zo. Dat zou denk ik nogal nice zijn om erbij te hebben. Ik denk dat we nu naar de Kaskarafa Gym moeten. En ja,
Die wordt niet makkelijk. De eigenaar van deze gym die hier keihard wegrent, heeft namelijk een crabboom in nabel. En ik heb natuurlijk een grass type, dat normaal super effective is, tegen water. Maar mijn grass type is ook nog eens flying. Crabboom in nabel, heel leuk dat hij terrestrialized in water, maar heeft ijsaanvallen. En ijs is super effective tegen gras en tegen flying. Dus vier keer super effective. Dus ik heb niks aan mijn Hoppip Skyplume Jumpluff als ik tegen crabboom in nabel vecht. Het zal dus van een andere Pokémon moeten komen. Ijs is ook super effective tegen Dragon. Dus aan Dreepy hebben we ook niks. Dus ja, dat zal best een lastig verhaal worden. Het wordt Azumarill of Blissey die we moeten inzetten tegen die gekke Crabominable. Ja, tenzij ik natuurlijk wel gewoon probeer om sneller te zijn met Jumpluff. Maar ik weet niet of dat gaat werken. We zijn onderweg naar Port Marinada, waar we dus de portemonnee moeten gaan vinden. Of nou ja, de portemonnee naartoe moeten gaan brengen. Want de gymleader die net daaruit de gym rende, had zijn portemonnee niet meegenomen. En dat is niet handig als je spullen wil kopen op de markt. Dit stukje verhaal kennen jullie allemaal. Ik moet spullen gaan kopen voor hem op de markt en dan mag ik hem uitdagen. Oh, maar wacht. Eerst krijgen we nog een gevecht. Floatzel. Nou en, ik heb deze baas. Ik ga voor Playrough. Oké, Floatzel gaat voor Swift. Dat raakt mij altijd. Vind ik op zich wel prima. Playrough. Zoomer was kapot sterk. Ja, ja. Kan ook wel lekker incasseren, zo te zien. Ik weet niet. Deze challenge zorgt er gewoon echt voor dat je best wel van je Pokémon gaat houden op een bepaalde manier of zo. Omdat het gewoon moeilijk is om aan nieuwe Pokémon te komen. Dan kan je gewoon oprecht heel erg blij zijn met de Pokémon die wel in je team zitten. Omdat ze gewoon niet makkelijk vervangbaar zijn. Dat is het, denk ik. Ik kan niet makkelijk zeggen van, ah, doe ik deze drie uit mijn team. En dan vervolgens doe ik deze erin en zo. Want dat is beter voor mijn team. Nee, zo werkt het niet. Ik heb alleen maar deze vier. Ik kan niet switchen naar andere Pokémon. Of ik moet weer 8 uur gaan hunten dat ik misschien een keer een nieuwe krijg. Maar ja, die tijd heb ik natuurlijk ook niet altijd. Oké, lekkere battle was dit. Weer wat XP'tjes erbij. Nice. Mag ik nu met je baas praten, vriend? Ja, we hebben moeten battelen omdat jouw Mattie zo raar deed tegen mij. Maar ik wil gewoon even jouw portemonnee geven, man, meneer. En daarna wil ik een gym battle tegen jou. Dus ik regel dit nu hier voor jou allemaal. En dan zie ik jou in de gym. Hallo, ik ben hier om de baas uit te dagen. Ja, leuk hoor. Ja, leuk dat jullie ook komen kijken. De Elite Four is ook uitgenodigd. Oké, ik begin dus wel met mijn starter Pokémon, want zo voelt het gewoon voor Jumpluff. Even nadenken, zal ik terrestrializen? Misschien wel slim, want in dat geval zijn de tegenstanders moves nog maar 2 keer super effective. Ik terrestrialize in grass, hè? Ja. Want ik denk dat ik Azumarill straks niet wil terrestrializen. Crabominable heeft ook fighting moves en die zijn not very effective op Fairy. Dus ik denk dat het slim is om die niet te terrestrializen. Dus we gaan Jumpluff wel terrestrializen. Ik verwacht dat Veluza misschien toch wel sneller is. Dus met een Mega Drain hoop ik de HP weer een beetje terug te winnen. Oh jongens, daar gaan we. Ik ben heel benieuwd hoe deze battle gaat lopen. Oké, ik ben wel sneller. Ik weet niet of dat een voordeel is. Veluza gaat voor Pluck, dat nu dus wel super effective is. Die kent dus blijkbaar ook Flying type moves. Ik kan best wel veel HP weer terugkrijgen nu. En Veluza verslaan. Ik ben wel iets sterker. Dus wel dan Veluza. We zijn 5 leveltjes hoger. Ja, daar kan ik niet heel veel aan doen. Ik heb niet heel veel zitten level of grind of zo. Dus ja, dat is gewoon hoe het is. Eerste Pokémon hebben we in ieder geval down. Oké. Dreepy en Blissey een leveltje omhoog. Worktrio, die is ook best wel snel. Maar deze zouden we toch moeten kunnen pakken, jongens. Worktrio. 1 Mega Drain, zal dat genoeg zijn om Worktrio te verslaan? Oh, die houdt 1 AP over. Heeft hij Sturdy? Ik denk het. Ik denk dat dat het is. Nee, hij heeft geen Sturdy. Hij heeft gewoon echt geluk. Oké, ik blijf gewoon Mega Drain doen. Ja, misschien moet ik dan maar gewoon proberen om Jumpluff wel te gebruiken tegen Crabominable. Crabominable zoveel mogelijk te verslaan. En als Jumpluff down gaat, dat Azumarill dan af kan maken. Ik denk dat dat de juiste strategie is. Dan hou ik Jumpluff nog even. Wetende dat ik nu een ijstype move sowieso op mijn bakkes ga krijgen die super effective is. Daar is die! Ik ben bang voor jou. Ja, het is level 30. Ik ben wel een paar leveltjes hoger. Dat maakt misschien toch wel een beetje verschil. Daar gaat hij hoor, daar gaat hij. Kofu! Spannend! Een water type Crabominable. De grote vraag is natuurlijk ook, is die sneller? Ik ben sneller. Oeh, misschien als ik hem gewoon 2 keer kan raken, dat ik het met Jumpluff wel kan fixen. En als dat lukt, dan had ik Jumpluff echt onderschat, moet ik zeggen. Ga je voor Slam Crabominable? Oh my gosh. Je doet geen eens een ice move. Oh, maar dat is wel dom, man. Dat is wel dom, Kofu. Ik had niet verwacht dat dit zo'n makkelijke gym challenge zou worden. Ik dacht oprecht dat deze moeilijk zou zijn door deze Pokémon. Maar Kofu heeft het een beetje opgefokt. En ik heb Jumpluff onderschat. Eerlijk is eerlijk. Jumpluff is beter dan ik dacht. Hij heeft zich beter weten te weren dan ik had verwacht. En dan gaat het toch opeens best wel snel. Want hier komt gewoon de volgende batch alweer, joh. Kofu die lacht er alleen maar om. Die denkt, ah, dit houdt me
Jong, ik vind het helemaal mooi. Ik vind het prachtig. Hier hebben we een foto. Ja, dit is wel echt een basisfoto. Eerlijk is eerlijk. Wel een beetje cheesy klassiek zo, maar hey, het is wel gewoon een basisfoto. 4 gym badges hebben we al. Nog 2 gym badges en dan kunnen we de nature van Blissey gaan veranderen. Iets wat ik ook best wel graag wil. Ik kreeg trouwens nog de move Chilling Water. Misschien is dat nog wel leuk om te leren aan Zoomeril. Oh, ik kan die ook aan Blissey leren trouwens. Ik denk dat dat wel een goede keuze is, want Blissey kent nog niet zoveel aanvallen. Heal Pulse moet sowieso weg. En de special attack van Blissey is goed. En dit is een special attack move die ook nog eens de aanval van de tegenstander vermindert. Minder krachtig maakt. En aangezien Blissey een hele lage defense heeft, kan dat best wel nice zijn. Let's go, let's do that. Thanks voor deze TM, Kofu. Deze water rate wilde ik al veel langer doen, maar dat ging niet. Omdat ik hier dus nog niet op kon, kan ik er nu wel op. Ja. Zou het zijn als deze Sandaconda nu gewoon shiny zou zijn? Hele tijd zitten hunten en dat het dan niet lukt en dan nu opeens wel. Oeh. Dat is een Tinkatinky. Die wilde ik tijdens mijn normale playthrough heel graag. Maar toen kwam het er niet van. Shiny, shiny, shiny. De shiny versie van Tinkatink zie je trouwens aan een bruine hamer. Normaal heeft hij een zilveren hamer. Voor de rest is die wel gewoon roze. Maar de kleur van de hamer is anders. Zie je, nu is die een beetje grijs. Is het een shiny? Het is geen shiny. Heb jij ooit wel eens een shiny uit zo'n raid gehad trouwens? Volgens mij is dat echt heel zeldzaam. Nou, de Experienced Candies S gaan allemaal naar Dreepy. Want ja. Hey, die levelt niet zo snel. Gaat een leveltje omhoog. En dan staat het nu zo. Jumpluff is level 34. Blissey, Dreepy en onze nieuwe Azumarill zijn allemaal level 31. Ja, dan gaan we in de volgende video weer verder. En misschien heb ik dan op de bank wel weer een nieuwe shiny gevonden. Dat zou even lekker zijn. Knal duimpjes omhoog. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En zie ik jullie zoals altijd weer bij de volgende. Mazzel!